Deze was 7 euro. Deze ruikt heel erg lekker gekocht. Ik ben jarig en ik ga met Lot naar het terrasje. Dit is niet schoon, mijn vrienden. En hier zit gewoon een foundation vlek. So do you. Hola, ik heb vakantie. En ik was dus bij H en ik zit nu in mijn auto en ik ga even naar de Mall of Leidschendam. En daar heb ik de hele dag eigenlijk afspraken gemaakt. Dus ik ga naar allemaal winkels. Daarna ga ik naar huis. Even wat opruimen en zo. En dan ga ik morgen een taart ophalen voor mijn verjaardag in Amsterdam. Die een oud klasgenootje van de Pabo van mij voor me gaat maken. Die vroeg of ik dat leuk vond. Want die maakt dat. Echt super mooi. Dacht ik, nou dan kan ik net zo goed even weer langs huis. Want dat is in de buurt van Amsterdam. En dan ga ik daarna weer hierheen rijden. En dan ben ik hier morgen. En dan ben ik woensdag jarig. Ja, ik ga naar allemaal leuke winkels. Ik ga ook naar Bath & Body Works en Victoria's Secret. Dus nice. Oeh, daar zijn we. Ik ben er dus al 2 keer geweest. Het is heel pretty. Maar ik heb het nog nooit gefilmd. Het is zo'n erge zoektocht. Maar Victoria's Secret en Bath & Body Works heb ik eindelijk gevonden. Ja, op afspraak is het echt een drama hier. Want het is hier zo groot. Ergens vind ik die winkelafspraak heel chill, omdat je altijd lekker rust hebt. Maar in zo'n grote man word je echt gek. Dan loop ik eindelijk naar bij de Monkey voorbij. En dan ben ik een uur te vroeg, weet je. Dan mag je dus niet. En dan ben je weer helemaal ergens anders. En dan ben je weer veel te ver voor je andere afspraak. Dus nu heb ik echt al een half uur hier in de auto even een pauze genomen in de zon. En ga ik zo weer naar binnen. Dus ik ga eerst naar de Monkey, dan naar de H&M, die ik nog steeds niet heb gevonden. Ik wil voor mijn verjaardag heel graag iets van kleding. Want ik ben aangekomen en ik heb niks. En het is warm, woensdag 17 graden en drama. Alleen Lotte komt er toch. Ik wil altijd wel iets nieuws of zo op mijn verjaardag. En ik zou echt niet weten wat ik anders aan moet. Oh ja, en ik heb even wat... Ik heb niet veel gekocht, maar wel wat. En dit zijn de minst boeiende dingen bij de Action. Deze tea towel set vond ik echt wel heel erg mooi. Ook heel mooi met van die servetringen als luxe servet. Crayons in allemaal metallic kleurtjes ook en zo. Bubblegum. Dit. Dit. Een heel mooi inpakpapier. En de rest laat ik thuis zien. Het is 5:30. Ik heb 10.000 stappen gezet. Ik ben helemaal bezweet. Ik heb me 1.000.000.000 keer omgekleed. En weinig gegeten. Dus ik heb het gewoon het gevoel dat ik vandaag op dieet ben en heb gesport. Serieus, ik ben helemaal bezweet. Ik ben wel echt bij leuke winkels geweest. Now I'm going home for a few hours. Ja, goed bezig. Je zit niet meer hieronder. Zitten 3 volle tassen voor het leger des Heils. Hier in Muiden kan je dus, een paar seconden hier vandaan heb je dus van die bakken.
Ik had bij Hanenschuur allemaal kleding staan. Ik dacht, nou, die breng ik weer naar het Leger des Heils. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, ik kan niet zeggen dat het fijn thuiskomen is, maar ik wist wel dat ik het zo zou aantreffen. Het is nu dus bijna 8 uur. Ik ben thuis en morgen, nou, over 14 uur ga ik weer weg. Ik moet mijn haar wassen en opruimen. En verder een paar bestellingen maken, maar ik hoef niet heel veel te doen. Maar het is niet dat ik even hier ben om te chillen. Dit is zeg maar de status. Geweldige shopblog wordt dat. Maar status van mijn huis. Dus het wordt echt heel erg opruimen en gedoe. En boven is het volgens mij niet beter. Dus beter ga ik meteen aan de slag voordat ik ga chillen. Wat wel superleuk is, is dat ik tijdens het opruimen van Hazenschuur, dat ik al dingen gedumpt. Kijk, bij mijn ex Ruben, die ging verhuizen. En toen zei hij, je moet de berging leeghalen. Ik had dus nog wat spullen van mezelf bij hem staan. En dat, mijn huis is gewoon heel klein. Ik heb geen bergruimte. Dus dat heb ik tijdelijk bij haar gesteld. Maar hij wou nu ook zijn schuur opruimen. Maar toen heb ik dus iets gevonden waarvan ik het al raar vond dat ik niet meer zoveel make-up had. Namelijk een hele bak met make-up. Maar die heb ik ooit geprijsd. Om het soort van, toen ik kleding ging verkopen, om dan een goedkope manier om mijn make-up te verkopen aan kijkers, zeg maar. Dat ik dan voor 5 euro had, dat er maar 18 euro kost of zo. Maar er zitten allemaal prijsjes op alles. Maar ik heb dus nog hartstikke veel leuke goodies om bij de surprise box te geven. Het ziet er heel armoedig uit. Maar het is gewoon allemaal geweldig. Deze. Nou, dit allemaal. En ik snapte al niet dat ik het niet meer had. Ik begreep er niks van. Kijk, die had ik dan 3 euro opgeplakt. Zo niks. Lipstick. Nou, het is natuurlijk niet echt veel duurder. Maar ik dacht, nou, dan kom ik op die manier leuk vanaf. Dat ik het gratis ga neerleggen, gaat iedereen graaien. Maar dat heb ik toen nooit echt gedaan of zo. Dus nu heb ik mega veel super toffe make-up. Dan kan ik echt nog heel veel surprise boxes mee vullen. Ik heb niet eens genoeg kleding om al deze goodies weg te geven. OPI lakjes. Allemaal hele mooie dingen. Dit komt gewoon uit bij de Ethos heb ik dit gekocht. Nou, gelukkig koop ik dit soort dingen allemaal niet meer. Heel veel hiervan heb ik dus gekregen. Maar kijk dan, allemaal OPI. Nou, ik ga jullie dan weer heel blij mee maken. Het ziet er alleen echt niet uit met die stickers. Dus ik ga even kijken of ik het eraf kan halen. Ik red het niet om nu een shoplog te doen. En ik wil het wel filmen voordat ik weer weg ga. Dus ik ga het gewoon even zo laten zien. Ik heb bij de H&M dit hele leuke rugzakje gekocht. Omdat ik een nieuwe nodig heb. 20 euro. Glimmend dus. Die ga ik meteen meenemen. Ik vind hem echt heel leuk. Bij de Monkey heb ik dit topje. Ja, jullie zien het al als ik het ga dragen. 15 euro, echt niet duur. Zo'n wrap topje, maar een beetje echt zo'n oldschool simpel stoffie. En dit onwijs leuke blouseje. 30 euro was hij. Het is een beetje een raar stofje, want het is een soort polyester en een beetje stretch. Maar ik vond hem echt heel erg leuk. Nou, dit zien jullie later nog wel beter. Dan had ik allemaal bikinibroekjes in de sale gekocht. Deze was serieus 2 euro. Ik heb echt geen bikinibroekjes, maar ik wil dit jaar ook gewoon een bikini gaan dragen. Deze was 7 euro. Heel mooi. Ook 7 euro. En allemaal geen matchende topjes erbij, maar het maakt me allemaal niet uit. En deze was 2,60. Bij de Mango zag ik dit mondkapje die ik helemaal leuk vond. Maar hij zit hieronder veel te los en hij is best wel benauwd. En hij was 10 euro, dus een beetje spijt van. Maar hij is wel leuk. Dit had ik trouwens online nog besteld op aanraden van Iris, die orthomoleculaire arts. Om dit te mengen met je crème en dan heb je een bruin tintje. Dus daar neem ik ook even eentje van mee om te gaan testen. En dan dit Bath & Body Works. Ik had het niet nodig, want ik heb natuurlijk heel veel gekregen. Maar ik vond het gewoon heel leuk om hier ook even wat te kopen. Het was 2 voor 12 op de zeep. Dus ik heb een beetje deze 3 met een wat luxer uitstraling, vind ik zelf. Gewoon super mooi. En deze ruikt heel erg lekker. En deze. En 2 voor 10 waren deze handsprays voor antibacterieel, zeg maar. Dus dat vind ik heel leuk. En bij de Victoria's Secret. Ik vond het daar niet de hele chille sfeer of zo. En het is allemaal heel duur. Dus ik heb alleen 2 beautyproducten gekocht. Mocht er ook niks filmen. 2 voor 20. Tweede gratis. Hartstikke duur normaal, maar heel leuk. En coconut oil cocoa whip mask. Ruikt heel mild in principe, maar zo ziet hij eruit. Nou, vond ik gewoon wel echt heel erg leuk om dat te kopen. En deze ruikt heel lekker. Dit is de Honey Scrub. Nou, dit was van de Pink Line en die vond ik gewoon wel echt super leuk. En dat zijn mijn aankopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Even je duimpje omhoog. Als je het leuk vond, ook de beelden die ik voor jullie heb gemaakt in de mall. Echt? Vanochtend kreeg ik weer volgers bij. Hoe kan dat? Ik dacht, oh, je hebt het vast gedeeld. Ja, het moet wel iets. Voor mensen in de buurt moet het echt wel iets. Oh. Ja, hi. Wel met hey. Ik ben echt zo nieuwsgierig. Oh, ik heb nog wat voor je trouwens. Oh, wat lief. Dankjewel. Ik dacht, dat is jouw onderneming, dat is mijn onderneming. Nou, wat lief. Ik vind het zo spannend. Ja? Klaar voor? Ja, wacht, ik ga even met goed licht staan. Yes. Yes. Tadaa. Oh my god. Oh, hij is zo mooi.
Oh, geel. Oh, wat geweldig. Kijk, ik heb ook geel aan. Ik vind geel echt, dat is echt mijn nieuwe lievelingskleur. Ja, oh my god. Dit is niet normaal. Met roze. Jeetje. Echt niet normaal hoor. Nou, dat is echt niet normaal. Ja, dat moet wel dat mensen dit ook willen dan. Ik hoop het. Want daar wordt even ingepakt. Echt te vet. Ik heb nog nooit in mijn leven ook echt iets wat ook maar een beetje in de buurt komt gehad. Ja, precies. Te leuk. Het is ook wel niet alleen een feestje om te eten, maar ook om het zo te zien. Ja. Oké, taart is opgehaald. Niet normaal. Niet normaal mooi. Het is gewoon alsof je een kunstwerk ziet. Het is echt, ik heb nog nooit zo'n mooie taart gezien. En helemaal nog nooit zo'n mooie taart gehad. En hoe leuk. Ik zei dat ik van pastel hield. Ik had geen idee wat het zou zijn. Roze en geel. Ik had er niet eens over nagedacht dat ik geel zo leuk zou vinden. Ik ben helemaal obsessed met geel altijd in de zomer. Ik heb nu ook weer geel aan. Hij is zo prachtig. Dat was echt een super gestreste ochtend trouwens. Het was ook ietsjes te laat, maar het was allemaal goed gekomen. Ik moet me nog opmaken en nu ga ik weer richting Zoetermeer. Maar ik ben echt niet normaal blij. Echt te gaaf. Zeker. Een taart kost trouwens 40 euro. Dus ik vind het ook echt reuze meevallen. Want zo'n doos kost al 4 euro. En alles wat ze erin stopt kost natuurlijk ook heel veel geld en tijd. Ze woont in Buitenveldert. Dus als je daar naartoe zou willen rijden en je wil een taart, check echt even Taarten bij Maud op Instagram. Want het is echt te vet. Het is dus een oud studiegenootje van mij van de PABO. Ik heb volgens mij maar een jaar met haar gezeten. Maar zij contactte mij en ik dacht, ja, superleuk. Maar ze loopt echt heel erg goed. Ze had laatst 7 bestellingen in 1 week. Echt bizar. En ze is ook nog fulltime juf. Dus vind je het ook leuk om een juf ondernemer te steunen? Of wil je een supermooie taart? Check haar even. Want het is wel echt heel erg gaaf. Ik moest hem nog even aan haar laten zien. Bizar. Echt bizar. Woehoe. Pak is echt vet mooi in, hè? Zo mooi. Normaal. Wow, wat een kleurverschil met die van mijn webshop. Bizar. Oh my god, dit is zo mooi. Oh, dit is niet normaal. Echt het beste ooit. Dit. Jeetje, wat is hier mooi, hè? Nou, beste keus ooit. Echt waar. Echt heel blij mee. Die ga ik gewoon elke dag dragen. Echt te prachtig. Ik ben jarig en ik ga met Lot naar het terrasje. Het terrasje is weer open. En we zitten echt heel erg leuk hier. En dit is de kaart. Ik heb er helemaal... We zitten gewoon weer op een terras. Het is best bijzonder, maar ik vind het helemaal niet raar. Oh, het ruikt lekker. Sojasaus. Ik had hem wel anders verwacht. Ik heb al zo lang geen sushi gegeten, dus dit is echt alles wat ik wil. Lekker, ik heb een broodje zalm. Hieronder zit dan de rijst. Oh, lekker. Ik eet eigenlijk ook bijna geen vis meer. Dus ook op een terrasje of zo, broodje zalm of sushi, maar verder echt niet meer. Nice. Ja, ik film al niet dat erin laten. Nee, ik zal het maar weer doen. Oké, okay. Gaan we de proost met thee en tomatensap? Ja. Oh my god, dit is zo onmachtig. Dit is, ja. Welkom bij de 28 plus potten. Leuk ook met het beeld dat op dit. Had ik mijn ring al laten zien? Zou ik nu een Just Married foto zo maken? Ja. Zo net, maar ik ben altijd in de auto. Oh, ik echt heb jij geen kauwgom? Nee. Wat doe jij? Weet ik niet. Als ik een thumbnail maak, zit ik altijd in de car, hè? Altijd. Altijd in de car. Een nieuwe thumbnail, die heet Woon ik in mijn auto. Serieus? Ja. Ik wist geen naam. Nou, je zou het bijna denken. Ja. Dat ook nog. Al die... Ik heb dit gekocht. Kijk. Om, ik ga wel van die letterarmbandjes verkopen, want ik krijg heel veel vragen. Wat leuk! En het maken is te leuk. Ja, en heel makkelijk ook. En de kinderen in mijn klas willen helpen, maar dat is kinderarbeid, dus dat mag niet. Dat mag niet, nee. Waar moeten we heen? Ik weet het niet. Wow, joh. Jij gaat altijd mis. En ze bedoelt daarmee dus dat ik het niet verkeerd doe, maar het gaat mis omdat ik erbij zit. Ja, even uitleggen. Hoor. Ja, anders denken ze straks nog dat ik niet kan rijden. Knotjes, leuk! Het onderknotje? Ja, vind ik leuk met zo'n plukje en ik vind je madeliefjes oorbellen ook leuk. En mijn webshop. Ik weet ook niet waarom ze daarvoor hebben gekozen. Ik heb stroeve tanden. Vind ik zo'n naar gevoel. Ja, dan moet je gewoon met een sjaal over je tanden gaan, dan is het schoon. Met een sjaal? Ja. Oh, dus dat doe je eigenlijk met een sjaal? Heel eerlijk, wil je een schoon mondkapje? Dit is schoon? Ik zweer je. Ga over je tanden met dit mondkapje en je tanden zijn schoon. Ik zweer dat je het doet. Dit is niet schoon, mijn vriendin. Hier zit gewoon een foundation vlek in. Ja, maar hij is echt schoon. Deze zijn allemaal. Ja, maar schoon. Die heb jij dus al langs je tanden gehaald. Nee, tuurlijk. Leg jij op de weg. We
Ik weet het niet. Hoe moet ik dat weten? Nee, we kwamen hier... I can't. IJskoffie. Oh, nee. Ew. Jezus, ik heb weer helemaal wakker hoor. Maar nu zie ik het en denk ik, oh ja, is wel... Nieuw merk. En dus geweldige home producten krijg ik. Ik vind het leuk. Hij is lastig eens kijken. Het ringetje zit zo. Waarom heb ik hier nou twee mondkapjes liggen? Ik wil je stiekem filmen. Ik ben jarig en we zijn in de dierenwinkel. Cadeautje voor zelf. Een cadeautje kopen. Nee, Bolly heeft geen voer meer. Kijk, hij zei tegen Lot, koop meteen even wat voor... Ja, ik wil dat je hem koopt heel graag. Ja, maar dit vindt Bolly ziet me al aankomen. Ja, dat kan niet, maar Lilo kan wel. Nee, oh, Bolly vindt, nee, dat, Bolly ook vindt dat ook leuk. Wie vindt dat Lotte deze voor Lilo en Bolly, nee, moet ik kopen? Ik wil deze. Oh ja, die is ook leuk. Die lijkt op mijn kerstbal die je hebt gegeven. Ja, die je nooit gebruikt. Die wel, in mijn klas. Jack en van... Oh. Oh, dit vinden ze ook altijd leuk. Niet alles aan, Charlotte. In een dierenwinkel hoor. Ik heb me dan handig gedesinfecteerd. In een winkel moet je toch... hier moet het gewoon nooit vol. Ja. Dode dieren. Ik ook leuk. Hi. Oh. Zullen we hem meenemen? Ik hou hier niet van. Oh. Zie ik, hè? Wow. Dit is echt zo'n... Instagram-taart. Niet normaal. Dit is toch bizar? Heel mooi, zeg. Streepjes. Ook, inderdaad. Nou, dit is mijn schuld dat dit gestoten is. En die donuts doet ze dan zelf zo eroverheen. Heel leuk. Bizar, hè? Spekjes. Ik wil een spekje. Echt niet normaal. Ik heb meer zin in de spekjes dan in de taart. Ja hoor. Ja. Wat voor taart is het? Red Velvet. Hou je daarvan? Ja. Hoe maak je dan eigenlijk een foto met zo'n grote taart? Je zet hem neer en dan doe je alsof je hem gaat aansnijden. Oh ja. Maar als je hem helemaal tot aan de bodem snijdt, dan heb je echt al meteen ziek veel. Ja, I know. Maar dat is wel mooi, toch? Ja. Mensen filmen nooit de binnenkant. Wow. Wow, hij is wel mooi geworden, zeg. Mega, zeg. Ik pak hem even met mijn handen, hoor. So do you. Moet je hem dan neerleggen? Ja. Anders valt hij toch om. Jeetje, wat mooi. Moet ik dit allemaal opeten nu? Nee, we gaan hem door de helft doen, toch? Ja, houdt van taart. Ja, maar niet van zoveel. Oh. Dat is voor drie personen. Ja. Zo, maar even hoe mooi is hij dan? Oeh. Nou, Lot is alweer een tijdje weg. En nu zit ik eigenlijk gewoon lekker met haar hier te chillen. En ik kreeg zoiets leuks. Klassenmoeders hebben geregeld dat bijna alle kinderen uit mijn klas... Kijken. 12 kinderen hebben me een verjaardagsfilmpje gestuurd. Zo lief. Nou, daar word ik dus helemaal blij van. Dus ik heb even een filmpje teruggestuurd. Nou, ik was helemaal verrast door alle filmpjes die ik net kreeg. Echt super lief. Dank jullie wel. Ik heb een hele fijne verjaardag. Ik heb met één vriendin gezellig op het terrasje gezeten. Ik heb een hele mooie ring gekregen. Dus ik ben helemaal blij. En jullie filmpjes maakten me echt helemaal blij. Dus daardoor voel ik me echt super erg. Dus dank jullie wel. Fijne vakantie. En ik zie jullie na de vakantie. Is toch te lief? Nou, ik vind dat zo lief dat ze dat geregeld hebben. Ik heb echt hele lieve klassenmoeders. Dus nou, dat voel je gewoon nog jariger. En ik heb het volgens mij heel vaak gezegd, maar ik heb dus deze ring gekregen. Echt gouden ring. Een hele mooie, coole kleur goud. En ik ben zo blij. Ik ben best wel moe nu trouwens. Ik wil echt nooit pizza voor mijn verjaardag. Nooit. Maar nu heb ik zo'n soort van hangover gevoel. En ik had vet veel zin in pizza. En hier is de allerlekkerste pizza van de wereld bij Pavarotti. En dan hebben we de... Hoe heet die? Extravaganza? Nee? Jawel, je weet het. Oh, je weet het niet. En een soort van caprese pizza met extra buffel en knoflook. Is niet normaal. Het is echt het beste op aarde. Ik zal het even laten zien. Oh, wow, heel veel kaas dit keer wel. Maar echt geweldig. Hola. Ha en ik ga even boodschappen doen voor dit weekend. Want we hebben dit weekend 2 verjaardagen. Corona-proof, of course. Maar we gaan even wat dingen halen. En verder is het heel regenachtig en ik merk dat ik dan meteen weer een beetje moeig ben. Hebben jullie dat ook? En verder heb ik niet zoveel te zeggen. Proost, Charlotte. Proost. Ja. Oké, we eten pokeball en we hebben hier rivierkreeftjes, garnalen, surimi, mango, vers tonijn, sojabonen, vers zalm, radijs, ik weet niet hoe dit heet. Wortel, zeeweersladen, nog meer tonijn, avocado, komkommer, pulled chicken, wasabi, mayonaise, sojasausdressing en sesamzaadjes. En dan mag iedereen het hier gewoon lekker vullen. Ja,
probeer echt niet te huilen. Mijn ouders die hebben net Wolly opgehaald. Want we willen kijken. Nou ja, we denken gewoon dat Wolly veel gelukkiger gaat zijn in de volière bij mijn ouders in de tuin. Met een mannetje, lekker scharrelen, verliefd worden, broeden, dat soort dingen. Ik vind het steeds heel moeilijk, dus ik doe het stel steeds uit. En nu waren ze heel eventjes gekomen om Wolly op te halen. En ik vind het best wel moeilijk, want Wolly en ik zijn natuurlijk echt gewoon maatjes. Maar ik hoop gewoon dat hij veel gelukkiger gaat worden. Mijn moeder houdt het in de gaten, want die heeft nu ook vakantie. Het is gewoon een volière bij hun in de tuin, dus ik zal Wolly dan nog wel zien. Maar het is heel raar. Maar ik probeer gewoon echt even niet emo te worden. Nou ja. Dus ja, dat is gewoon beter. En verder heb ik weer heel weinig gevlogd. Maar ja. Oké, dat wil ik even zeggen. We eten lekker een restje pokeball. Super chill.